Heel het grote probleem van die labelingen, van die naamgeving aan stoornissen, is dat wij veronderstellen, als we het hebben over dyslexie, dat we het over hetzelfde hebben. Dat is dus al niet. Er bestaan verschillende vormen van dyslexie. Het tweede probleem is dat wij, als wij al die verschillende vormen van dyslexie naast elkaar plaatsen en dat alle kinderen op eenzelfde manier reageren op een bepaalde stoornis. Stel met ADHD, hier heb je duidelijk de beeldvorming van iemand die ADHD heeft, kan zich niet concentreren. Dat heeft er zeker mee te maken, maar je hebt ook veel kinderen die zeer actief zijn en zich wel concentreren, maar die gewoon de hele tijd bewegelijk zijn en daardoor enorm storen, bijvoorbeeld. Het grootste nadeel van het label is dat mensen hun label internaliseren. Men vertrekt als Jan, gaat naar school, plots wordt Jan met ADHD. De leerkracht en de juffer gaan daar rekening mee houden. Er komt een zorgcoördinator, er komt wat extra ondersteuning voor Jan. Hij moet een aantal dingen niet meer doen omdat hij ADHD heeft. Hij moet een aantal dingen zeker doen omdat hij ADHD heeft. Hij mag een aantal dingen niet meer doen omdat hij ADHD heeft. Oké, komt er wat medicatie misschien bij. Goed, x aantal jaar later is het niet meer Jan. Is het niet meer Jan met ADHD, maar is het een ADHD'er in de klas. En zegt Jan, ja sorry, maar ik kan dat niet, want ik heb ADHD. Want zodra je iemand een label heeft, wordt heel veel toegeschreven, geattribueerd aan dat label. Niet alleen door de omgeving, maar ook door de persoon zelf. En als je dan zo opgroeit, dan vervreemd je van je eigen identiteit en van wie je eigenlijk wel bent. Het is in alle belang van het kind en van de sociale cohesie, van onze samenleving, dat de kinderen die heel hard verschillen, dat die samen kunnen opgroeien, samen spelen, samen leren. Wat wij nu doen, is we parkeren het verschil. We geven dan een naam van een stoornis, de naam van een handicap, en dan zeggen wij, en jij mag nu van achter werkblaadjes maken, en jij mag nu naar een andere school gaan. Het verschil, wat een essentieel aspect is van het mens zijn, wordt hiermee gewoon geparkeerd en eigenlijk uit de samenleving gehaald. En eigenlijk groeien wij allemaal op. Hoeveel mensen met een beperking ken jij, hoeveel mensen ken ik. Groeien wij allemaal op zonder kennis van mensen met een beperking. Wij kunnen hun vrienden niet zijn en zij kunnen onder niet zijn.